Voeren is maar een kleine gemeente en staat altijd voor zeer zware financiële inspanningen. Veel mensen denken dat een fusie misschien wel een interessante oplossing zou zijn, maar volgens mij is dat heel moeilijk in verband met de taalfaciliteiten. Hoe ziet u dat? Laten we heel eerlijk zijn, moesten wij niet aan deze kant van de Maas, maar aan de andere kant van de Maas wonen en we hadden geen taalfaciliteiten, dan was die fusie er met Riemst. Dat is de eerste aanligger, dan zou dat sowieso gebeurd zijn. Maar het kan gewoonweg niet. Het kan gewoonweg niet omwille van verschillende redenen. Ten eerste, je kan geen gemengde taalgroep maken. Brussel is volledig tweetalig. Wij hebben taalfaciliteiten voor Franstaligen. Riemst is een eentalige gemeente op bestuurlijk vlak. En het kan dus niet dat je één gedeelte van die gemeente een soort faciliteiten geeft aan de bewoners. Dat zou betekenen, als wij die fusie zouden doen, dat iedereen die bij de gemeente Riemst werkt, allemaal een taalexamen zouden moeten afleggen. Dat is geen realistische zaak. Plus, de wetgever gaat dan nooit mee akkoord gaan. Je moet een 2/3 meerderheid hebben in het parlement en een meerderheid in elke taalgroep. Je ziet van hier dat men dat aan de andere kant van de grens, taalgrens, dat gaat. Nee, dat is onmogelijk. Maar als je het in zijn realiteit zou moeten bekijken, dan zouden wij van de overheden meer geld moeten kunnen krijgen. Want een faciliteitengemeente is gewoon duurder dan een andere gemeente. Als wij iets publiceren, als wij affiches uithangen, hetzelfde, moet dat allemaal tweetalig zijn. Men staat daar heel vaak niet bij stil. Onze website moeten wij vertalen, moeten wij laten vertalen en zo verder. Dat kost geld. En daarom zou eigenlijk de overheid ons wat meer geld moeten geven. Wij draaien nu met 5 miljoen een beetje. Dat draaien we niet alleen voor de gemeente. Daar zit de OCMW ook bij, daar zit de politie ook bij. Die moeten allemaal met die 5 miljoen en gaan rondkomen. Voel je goed, voel je thuis.